Lovende woorden en veel cadeaus voor Kees van Vliet. De Weesper ondernemer nam afgelopen week na 5 jaar afscheid als voorzitter van de bedrijvenvereniging IVW. Collega's en burgemeester Bart Horseling spraken de Weesper toe op een drukbezochte businessclub. Ze benadrukte zijn vele goede werk. Jij hebt toch van IVW een hele bijzondere club gemaakt. Dat heb je naartoe gedaan door jouw kwaliteit, jouw deskundigheid, met name jouw doortastendheid. Ik kan er wel heel even doorgaan, maar dat doe ik niet, want anders ga je helemaal naast je schoenen lopen. En dat willen we ook niet met z'n allen. Maar dat heb je ook gedaan door een enorme inzet. Jij hebt een fantastische inzet getoond. Je hebt zoveel tijd besteed aan de uitoefening van deze functie. Dat is bewonderenswaardig. We willen je bedanken voor je enthousiasme, ondernemersvisie en inzet in de afgelopen 4 jaar. Maar waarbij ik ook, en ik denk niet eens alleen persoonlijk, maar ook namens het college, de hoop uitspreek dat de IVW zo slim zal zijn om ook in de toekomst van de herstructurering gebruik te blijven maken van jouw expertise en inzet op het gebied van die herstructurering. Ik zou dat zeer op prijs stellen. De IVW hoopt dat Kees van Vliet niet helemaal van het toneel verdwijnt. De bedrijvenvereniging heeft hem in ieder geval benoemd tot erevoorzitter. Van Vliet wordt komend jaar opgevolgd door Wim Zacht van Jan Accountant.